zit hier alweer iemand. Rond een uur of, nou zal het geweest zijn, 9:30, 10:00. Toen kreeg ik al wat dat ik niet lekker werd. Nou, hoe dat afloopt, dat kunnen jullie morgen zien. Maar bij deze, dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je hem leuk vond. Goedemorgen lieve kijkers. Goedemorgen, deze laatste dag van september. 30 september is het alweer. Ik ga hier zo meteen even een cactusbende water geven. Ze groeien echt gewoon vlot uit langs de brand. Gaat echt hard. Ze moeten eigenlijk allemaal nieuwe potjes, maar dat gaat er nu niet worden. Ik ga even wat afwas mee naar beneden nemen. En dan ga ik straks lekker een bullet journal video maken. Ik heb wel weer een leuk idee voor oktober. Ik ga vanmorgen verder nog even gewoon lekker rustig aandoen. Er staat al een was aan, die is over een uurtje klaar. En ik ga nu een ontbijtje maken. Het is 8:00. Ik ben al heel lang wakker. Het is 4:15 wakker. En dat kwam een beetje door mezelf. Omdat ik gisteravond heel vroeg ben gaan slapen. Omdat ik gewoon moe was. En het is altijd goed om naar je lijf te luisteren. Maar soms is het dan wel handig, zeg maar, of onhandig dat je dan zo vroeg wakker bent. Maar ik ga even de trap over, ik heb mijn handen vol, dus ik zet jullie even aan. Ontbijt is heel simpel. Een aardbeienshake vandaag, met vitamine C en een kop koffie. Nou ja, kop. Grote mokken koffie. Dat ga ik even doen. Ik zie dat hier ook een orchidee een beetje doodgaan is. Die was al, even tellen hoor, hoeveel keer heeft die al gebloeid. 1, 2, 3, 4. Dit is de vijfde keer dat hij bloeit met twee stengels. Dus dat hij een beetje op is, dat is niet zo heel erg gek. Maar dat geeft niet, kan ik weer eens een keer een nieuwe kopen. Hier moeten ook even de bloemetjes af van deze. Nou, die is dus klaar. Die is ook, kijk, mijn blad is af nu. Tijd voor een nieuwe dus. Maar ik wacht eerst maar eens even af wat er met mijn verjaardag gaat gebeuren. Gisteren liet iemand iets doorschemeren. Dus misschien moet ik gewoon maar eventjes nog wachten met dingen. Ja, het is over, wanneer ben ik jarig? Zondag over een week. Ik moest even nadenken. Voor jullie is dat dus aanstaande zondag. De 11e, dat. Ja, en ik moet, hier moet weer een potje omheen. Ze staan ongeveer na 2 weken, heb ik een plantje, zeg maar, dat door kan naar de volgende. Maar ik ga nu eerst even ontbijten. Jongens, ik heb via een collega een nieuw spel. Het is een matchspel, dus die vind ik sowieso heel erg leuk. Ik weet alleen even niet uit mijn hoofd hoe die heet, dus dat ga ik nu even voor jullie opzoeken. Hij heet Harry Potter en hij ziet er zo uit. Nou, dan moet ik er even achter weg. Dit spel is het. Ik ben gisteravond begonnen en inmiddels zit ik op level 61. Ja. Oh, hallo. Ja. De was mooi centrifugeren. Die kan bijna aan de waslijn. Ik ga lekker knutselen. En ik weet nog niet wat ik ga doen. Of ik de wiring ga doen. Het kerstknutseltje. Wat ik ook al heb liggen. Of dat ik hiermee ga beginnen. Ik denk dat ik gewoon... Of gewoon lekker bullet journalen. Dat kan ook nog. Ik denk dat dat het laatste gaat worden. Ik denk dat ik even lekker ga bullet journalen. En dan ja, ondertussen zet ik lekker een video aan. Ik vind dat heerlijk. Ik denk dat ik dat even lekker ga doen. Zo, video af. Leuk geworden. Weer, ja, ik vind vaak hoe simpeler, hoe leuker. Dus ik ga even weer opruimen. Even de potloodjes en zo terugstoppen. En de pennen en de schaar. En de, hoewel ik die niet gebruikt heb. Maar wel even alles weer op de plek waar het hoort. Dan kan ik het ook weer terugvinden. Dat vind ik altijd wel fijn. Dus dat ga ik even regelen nu.
uurtje voordat ik ga werken. Dus we gaan nog even lekker een kopje koffie drinken. En eventjes daar mijn snack bij doen die ik normaal gesproken op school eet. We doen alles nu maar weer thuis. Het is best wel even weer wennen dat je weer thuis bent, zeg maar. En voor mij geldt het nu voor deze woensdag in elk geval. En ik denk dat dat het ook wel was. Alleen deze woensdag. Vrijdag kan ik gewoon naar school, want dan moet ik zelfs kookles geven. Dus dan ben ik gewoon op school. Maar ja, we gaan het zien. Ik ga in elk geval lekker eventjes op de telefoon het spelletje verder spelen. Het is echt een tof spel. Zo, een half uurtje pauze gehad. Ik ga gauw weer naar boven, dus ik zie jullie later. Ik ga lekker nog even verder werken. Zo, inmiddels ben ik uitgewerkt. Ga zo lekker eten. Nu ga ik nog heel even wachten met eten, want het is nog een beetje vroeg. Vanavond ga ik naar de bruilbar voor nieuwe wenkbrauwen. Hoewel deze nog best oké zijn, ze worden hier wellicht. Maar het kan wel even weer een opknapbeurtje gebruiken. Dus dan moet ik vanavond heen. Dus, ja, en vanaf morgen dus, eigenlijk vanaf nu al een dringend verzoek of je mondkapjes wil dragen. Gelukkig heb ik er een heleboel, dus dat komt goed. En er zijn nog een heleboel leuke onderweg, dus voorlopig zie ik er in elk geval leuk uit met een mondkapje. Beetje grappiger gehaald voor op het werk. Ik ga naar de brow bar. Mondkapje mee, want dat moet nu. Dat moest daar altijd al, dus dat maakt er niet uit. Maar ik heb hem nu gewoon mee in mijn hand even. Vraag me eigenlijk af of je hem dan ook buiten op moet. Volgens mij niet. Ah, ik doe het wel als ik op de fiets ga, zeg maar ergens heen. Ik vind dat wel een handig idee. Maar ik ga even erheen rijden. Dit is dus de voor. En zo meteen volgt. Nou, daar gaan we. Gesnaveld, gemulkorfd, hoe mensen het ook willen noemen. Maar ja, het werkt. Dus ik heb nu deze en ik heb in de auto hier ook nog gewoon papieren liggen. Maar dit zijn stoffen, die kan ik op 60 graden wassen. Dus als het nodig mocht zijn, dan kan dat. Maar dat is voor nu niet nodig. Maar ik ga naar binnen, dus ik laat jullie lekker hier. Tenminste, ik stop je in mijn tas, maar jullie komen daar niet uit, denk ik. Zullen ook wel andere zijn. Tot straks. Zo, weer thuis met nieuwe wenkbrauwen. Goed gelukt. Celine doet dat altijd super fijn. Ik ga de hond even uitlaten. Ondertussen ben ik heel druk aan het appen met collega's. Want ik kan het jullie nu wel al zeggen. De leerlingen weten het op dit moment nog niet. Maar tegen de tijd dat het geplaatst wordt, weet zij het ook. De werkweek gaat niet door. We mogen niet van de veiligheidsregio. Dus helaas. Heel jammer. Goed, ik ga even de hond uitlaten. Er zit hier alweer iemand. Die wil aandacht, maar die moet even geduld hebben. Zo, ik ga naar boven. Ik ga lekker even douchen. Dan even nog een videootje inspreken. Of eerst editen. Dan moet ik nog editen. En mijn telefoon gaat nog weer. En dan ga ik heerlijk lekker lang uit in bed liggen. En dan hoop ik dat ik net zo slaap als vannacht. Want vannacht heb ik echt super fijn geslapen. Het was alleen een beetje vroeg wakker. 4:15. Maar ik was wel super uitgerust. En ik merk nu inderdaad wel dat ik... een ander ritme had. Oh ja, dat was er nog, staat nog aan. Maar, nou, op zich was het best oké. Ik ga hier even alle lichtjes uitdoen, dan zie ik jullie boven. Als ik dan toch een stukje later opneem, dan kan ik ook nog wel even Monique feliciteren. Van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Ik wens je een hele fijne dag. Tenminste, ik hoop dat je een fijne dag gehad hebt, want we zijn natuurlijk al een weekje verder. En ik zie je dan graag weer terug bij de reacties hieronder. Dus super gefeliciteerd, Monique. Niet afgesloten. Nee, ik ben gisteravond naar bed gegaan. Rond een uur of, nou zo geweest, 9:30, 10:00. Toen kreeg ik al wat dat ik niet lekker werd. Nou, hoe dat afloopt, dat kunnen jullie morgen zien. Maar bij deze, dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je hem leuk vond. Blauw duimpje omhoog. Dat zou ik leuk vinden. Abonneren kan hier beneden. Een reactie achterlaten mag altijd. Ik ga straks weer een hele berg reacties beantwoorden. Ik zie je graag terug morgen in een nieuwe video. Hele fijne dag als je deze video's morgen hebt gekeken. Maak kijkjes 's avonds. Slaap lekker. Heb mooie dromen. Tot morgen. Doei.